Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. En mijn excuses, mijn oprechte excuses. Het is nu 2 weken geleden dat ik heb geüpload. Ik ben verhuisd en toen nadat ik was verhuisd kreeg ik corona. Maar daarom ben ik dus eventjes weg geweest. Nu ben ik echter verhuisd en ik heb een parel voor jullie. Namelijk, ik denk dat we allemaal wel langs deze serie zijn gekomen. Er was namelijk geen ontkomen aan. Elke tyfus Instagram ad die ik kreeg ooit, zat er mee vol. Namelijk sekstape. Een serie waarin groepen mensen zichzelf een relatie gaan filmen en zeg maar de manier waarop ze seks hebben. En dan dat in een soort groepsessie als therapiesessie gebruiken voor 1 aflevering. Ik vind het ding een beetje is, als ik zeg maar op straat loop en ik zie een koppel lopen. Ik ben echt best wel sekspositief. Iedereen moet lekker open over seks kunnen praten. Op de gepaste plekken en manieren natuurlijk. Maar het eerste waar ik aan denk als ik een koppel zie lopen is niet, hoe zou een sekstaper uitzien? Nee, bedankt. Ik wil liever weten hoe de bloemetjes staan, weet je wel. Of heb je nog mooie planten in huis? Hoe gaat het met de hond? Voordat ik ga vragen, wat is jullie sekstape? Maar goed, deze mensen die dachten het dus wel. Ik vond het gewoon zo'n wild concept dat je zat van, oké. Wat gaat er goed in de relaties? En waar kunnen koppels nog wat tips bij gebruiken? De eikel van jou is al een stuiterbal in zichzelf van zichzelf. I swear to God, ik ga zo preuts lijken door dit programma. Is het erg dat we niet alles van elkaar weten? Is het erg? Eerste koppel is onderweg, dus ik kan natuurlijk niet wachten. En ik ben heel erg benieuwd wie het... Dat is me alles! Als een soort van house tour gaat doen, of een soort van surprise. Please! Peter, bekend van Ex on the Beach, 27 jaar. En in het dagelijks leven doet Evie niet zoveel. Een beetje kunt opruimen en een beetje kunt poetsen. Kom op man, dat is vrouwenwerk. Nee, vrouwenwerk, ik moet gaan werken. We zijn nou eens begonnen met de aflevering. Ik haat hem nu al, vrouwenwerk. Ten eerste, Mattie, is op je hoede neef. Ten tweede, zorg dat je moeder eet. Af en toe een boodschapje doen, maar ja, dan kom je weer met de verkeerde dingen thuis. Zelf een bestelling bij de McDonald's gaf fout. Ja. Als ik zeg neem mayo mee en Sprite van de McDonald's, komt jij thuis met cola en ketchup. Ja, omdat ik die Belgen, die versta ik heel moeilijk, toch? Nee, rennen voor je leven. Ik zong in niks, dans alsof je leven ervan afhangt. Maar meid, je moet rennen alsof je leven ervan afhangt. Hij doet het er bijna om. Wat een terrorfan. Bij mij hoeft soms ook niet heel dat voorspel en zo. Dat vind ik allemaal veel te lang duren. Het is nog alleen maar de preview. Maar hij stelt me nu al zo teleur. En hij doet geen boodschappen, want dat is vrouwenwerk. Dan weet je al meteen, oké, zwak ego. Niet comfortabel is met zijn mannelijkheid. Want anders dan boeit het je allemaal niet zoveel. Geen voorspel. Zak zegt hij ook nog, ja, een vrouw wordt in de keuken thuis. Hij komt altijd klaar, maar soms ook echt al super snel. En dan vraag jij er gewoon uit en dan is het Daarom zijn we ook hier, om te kijken hoe we dat... kunnen gaan oplossen. Nou, liever heb je geen programma voor nodig. Daar heb je geen Bobby voor nodig. Laten we stoppen. Laten we wel even wachten met roosten. Mijn god, schipwreck van een fan. Ah, hier zijn we dan. Ik ben weg van Bobby. Is het nou een pruik wat ze op heeft? Ja, ik ben heel benieuwd naar de andere koppels. Hoe dan ze erin staan, hoe wij erin staan vooral. Ja, hoe dat ons dagelijks leven is. En wat ik misschien beter kan doen. Kijk, dat is een hele goede insteek. Bobby heeft ook meteen door. Deze vent. No. Naast hem zit Jens. Hij is 26 jaar. 27. 27? Ja. Meent je dat? Nou, listen, Giovanni en Jens. Ik ben er nu al weg van. Wat een tutte. Dag Dinnen, the queers are here. Ja, we zijn al iets voller. En ik had er in het begin heel veel moeite mee. Bij onze eerste date. Ja, nu durf ik dat wel. Maar mede dankzij u wel, omdat je me die zelfvertrouwen geeft, hè. Ik ben er weg van. De libido is veel hoger dan dat van mij. Soms ben ik daar gewoon te moe voor. Ik ben nog bang dat we alles al hier zien. Maar wat een parel. Soms dan ben ik er gewoon te moe voor. Ja, ik snap het ook, dit. Gewoon omrollen is het dan. Hey, twee vrouwen. Niet echt? Waar? Nee. Ik ben Wesh. Het is echt een queer episode. Dat heb ik niet zo uitgepland. Naast mij zit Adinda, op dit moment 57. Zag is niet mijn type. Gesproken val ik op vrouwelijke vrouwen. Maar bij Sarah was er meteen de klik dat ik dacht van ja, maar het is gewoon een leuk mens. Dat is nou echt iets wat je nooit van mijn leven tegen mij hoeft te zeggen. Als je met mij een relatie hebt en ik ben niet je type, je houdt gewoon maar lekker je bek en je zegt dat ik de mooiste vrouw ter wereld ben. Sorry, ik hoef echt niet te horen dat ik niet je type ben hoor, als je mijn vent bent of mijn date. Ik was vroeger een man, althans geprobeerd een man te zijn, maar dat is nooit gelukt. De vlieg van hier. Jongens, het hele alfabet is aanwezig. En de straights zijn ook nog aanwezig. Nou, hang de vlag uit. Dit heb ik ook echt niet zo gepland. Ik zou zeggen, kom lekker binnen. Dankjewel. Ik wil gewoon weten of het een pruik is van die Bobby. Homo's hebben vaak zo'n gaydar dat je kan ruiken of iemand homo is of niet. Nou, ik ruik bij deze pruik. Mijn pruikdar gaat af dat het een pruik is, maar ik weet het toch niet zeker. Nou, lieve mensen, save best for last.
Oh. Adinda en Sarah. Hoi. En hoe hebben jullie het ervaren? Wat een vraag ook eigenlijk. Hoe was het om jezelf neukend te filmen? Nou, ik voel in mijn hartste of harten dat het niet de meest normale ervaring was. Dat ik dit normaal gesproken gewoon niet doe. Oké, we beginnen met de twee jongens. Wat? Ja, dan heb je best gebroken. Oh, daar heb ik ze dan dildo was. Veel hoger dan dat van mij. Maar soms ben ik daar gewoon te moe voor. Herkenbare content. Soms dan lig je in bed en dan wil je gewoon echt slapen. Vrij veel bezig met social media eigenlijk. Ik ben meestal degene die zo bloot bovenlijffoto's maakt. Allee, ik ben blij dat je dat nu eigenlijk ook begint te doen. Ze zijn op hun geld, ze zijn in hun tas. Ik ben op mijn money, waar is het the way? We maken naaktfoto's op het internet, gaande. Dat broekje ga ik vanavond lenen, denk ik. Ja, dat vind ik wel, dat moet je wel echt eens proberen. Dat wil ik wel eens zien bij. Oh, die verloren hetero die hier tussen zit. Dat is zo campy. Wat een circus. Ik ben er echt weg van. Jongens. Toen ik deze serie aanzette om het te reviewen, had ik gewoon niet verwacht dat het zeg maar zo ver zou gaan. En ik had me hier gewoon niet helemaal mentaal op voorbereid. En dan moet ik het gewoon even verwerken. Als we aan het begin van deze serie zeggen, ja, sommige mensen vinden seks nog een beetje een taboe. Dat is waar, maar dit is niet een taboe doorbreken. Dit is geen taboe, dit hoeft gewoon niet. Maar ja, oké. Okay. Opwarmen. Die meid, die aan het huilen is van het lachen. Hebben jullie seks gehad? En ik heb me eens gedoucht, want dat is altijd geplekt en dat haal ik. I mean, even zorgen dat alles weer op de goede plek zit. Dat je even de heilige maagd Maria hebt aanboden. Zodat je zelf ook weer soort van een beetje dat maagd gevoel terug hebt. En dan kun je weer verder. Cool. Ja, mooie foto's. Ik heb nu even gekeken, want ik heb eigenlijk best wel veel reacties gekregen. Dat is wel iets, denk ik, wat mij een boost geeft om dat te lezen, de reacties. Herkenbare content. Als ik een mooie foto post, vind ik het ook leuk om reacties te krijgen op mijn Instagram. Volg mij dus ook even op mijn Instagram. @AddisOlsthoorn. Om de zoveel tijd eens een trio doen. Maar dat mag soms ook wel meer gebeuren. Nou, we hebben dus een hele heftige sessie gehad. Maar de eerste aflevering van het eerste seizoen gezien. Dit is wel echt 10 keer intenser. Maar gaan ze een soort van advies krijgen? Wat voor advies je hierover kan geven, behalve... Wees niet zo onzeker, lieve schat. Je bent gewoon mooi. Misschien niet te veel pushen voor een trio. Alleen... anale seks, gewoon even anatomisch, er wordt geen vocht geproduceerd. De vagina wordt vochtiger als je opgewonden bent. En dat is, anaal is dat niet. Dus de meeste mannen die geneukt worden, die vinden het wel heel fijn of water. Niet deze hetero, die uitgelegd aan twee homo's hoe het werkt. Maar dat is rem. Waarom is het nodig? Het is dat deze mensen knallende relatie-issues hebben. Volgens mij. Wat is het punt dan verder? Dan dat iedereen die dit programma kijkt gewoon lekker aan potten kijken is. Ja, weet je, ja, jullie zijn onwijs open geweest. En ik vind jullie een onwijs leuk stel. Dus ik zou zeggen, ja, ga zo door en blijf lekker communiceren. En ik denk dat hij jou echt wel uit die onzekerheid kan helpen. Want... Ja. Nou, eindstand. Hij helpt wel uit je onzekerheid. En verder was het punt hier gewoon niet van hun lieverds. Maar er is gewoon niks aan de hand. Zij willen waarschijnlijk gewoon meer Instagram-volgers of zo. Nou, dan gaan we nu naar Shani en Davy. Spannend, hè? Laten we gaan kijken. Alle mannen wenden naar een hoerpoe. Ik was, voordat ik met Davy samen was, eigenlijk nooit thuis. Ik was nooit thuis. Ik was altijd weg met vrienden. Wat een tut. Ze heeft er zin in, ze wil lekker uitgaan. Hij viel power en poeier in zitten en... Ja, dat is bij hem dus niet. Ik moet nog steeds gewoon één positief ding over hem horen. Nog één. Gewoon eentje. Mijn liefste schat. En het mag niet zijn... Ja, ik hou van hem. Ik hou ook van een peer. Dat betekent niet dat het een goede relatiepartner is. Hey, babytje. I love you so much. Het is 10:30. Je moet uit je bed. Dit was ook in de eerste aflevering die ik hiervoor even heb gecheckt. Er was er ook een meid die helemaal gewoon de moeder voor de event aan het spelen was. Meiden, jullie zijn de rela van. Niet de moeder van. Niet de nanny McFuckbang. Maar het wel lief. I know wat ik zeur eigenlijk. Ik ga nu lekker naar huis, want mijn werkdag zit er voor vandaag ook weer op. Dus ik ga lekker kijken wat dat Davy aan het doen is. En wat bent jij weer aan het doen? Oh,
met een zak chips op bed. Terwijl ze de hele dag heeft aan werk. En ik weet zeker, er staat daar een stinkende vaatwas. Ik kan toch niks onaantrekkelijkers bedenken. Maar waar bent jij weer aan toe? Gamen. Omdat Davy is, ja, heel lui. Ik doe alles voor Davy, omdat het natuurlijk mijn man is. Wanneer je alles voor iemand doet, lieverd. En die andere persoon het niet waardeert. Get the fuck out, bestie. Drie haken. Het zal vast een super lieve jongen zijn uiteindelijk hoor. Daar ken hem verder natuurlijk niet. Hij komt ook vermoeid binnenlopen. Wat heeft hij meegemaakt dat hij chronisch moe is? We gaan lekker muffins bakken vandaag. Moet ik ook mee? Hè? Ik woon. Ja, je kunt toch wel even meegaan naar de winkel? Niemand. De gesprekken tussen een moeder en haar kind. Kom, we gaan vandaag lekker muffins bakken. Oh, oké. Ik loop hier maar te lullen, alsof ik alles ervan weet. Maar wanneer was mijn laatste relatie? Was er niet. Maar als ik dit zie, dan denk ik, gelukkig maar. Ja, ik schrok er eigenlijk al een beetje van, hoe lui dat ik was. Ik wist wel dat ik lui was, maar dit was wel echt het toppunt. Oké, zelfkennis, dat is het belangrijkste. Nee, niet één. Want als je weet dat je een teringlaaier bent en je doet er niks mee, dan ben je gewoon een teringlaaier natuurlijk. Die drie hercellen in mijn kopje, die maken toch overuren vandaag. Oh, dat voelt wel lekker zacht aan, hè? Lekker, hè? Zal ik je kaasrandje een keer wassen? Nee. Niet zal ik je kaasrand een keertje wassen. Dat is een grap, toch? Dit was een grap. Dit was een grap. Haha, dit ging over de cheese dips. De cheese dips, weet je, met van die stokjes die je even kan dippen en dan hap. Wat een gezelligheid. Niemand, deze vent tijdens storm Eunice. Niemand, deze vent in de booster op de achtbaan. Waarom ben je lui? Of is er een reden? Ja, dat kan. Misschien is er een reden voor. Of gewoon geen zin in, geen energie. Soms krijg je ook geen energie van dingen. Gewoon heel lekker om te slapen en vooral om uit te slapen. Hij heeft wel gelijk. Ik vind lekker slapen ook gewoon lekker. En lekker uitslapen vind ik ook gewoon lekker. Ik slaap ook soms lekker uit. Maar dan zorg ik wel dat alles een beetje opgeruimd. Nee, misschien is alles wel opgeruimd in een huis. Maar ik kan ook uitslapen en alsnog mijn best doen voor andere dingen, weet je wel. Like... Dan duurt de dag nog zo lang. Mm-hmm. Als je om 1 uur uit bed komt, dan duurt het minder lang. Dat snap ik ook wel een beetje, want je hebt geen doel. Liever, hier is het nummer van mijn psycholoog. Dit klinkt al. Ik ga niemand diagnosticeren. Maar je doet thuis ook niet zoveel volgens mij, of wel? Nee, klopt. Ik doe af en toe de vaatwasser, zakje vuil weggooien. Wat zei je? Nou, dat hij de vaat doet, dat is al een hele stap. Het hoeft niet eens zo vanzelfsprekend te zijn. Ja. Als zij hetzelfde zou doen wat jij zou doen? Ja. Nou, waren we al lang uit elkaar. Wat zou jij daarvan vinden? Ja, ik zei het al. Maar hij wil gewoon een Nanny McFuckbang. Ik weet niet wat dat woord betekent. Ik heb maar wat verzonnen. Maar gewoon iemand die voor je zorgt. En die dan ook, zeg maar, waar je ook meer mee mag doen. Ja, dat is natuurlijk handig. Maar ja, dat is niet een volwaardige relatie volgens mij. Dat is echt iets wat ik jou wil adviseren. Ga daar echt goed naar kijken. Laat iemand desnoods meekijken. Ik denk echt dat het iemand van buitenaf zou kunnen zijn. Ik zei het toch, jongen. Hij zegt ook, hier is mijn psychologenkaartje. Dit was de video, jongens. Wat vonden jullie ervan? Wat zou advies aan jullie geven? Zouden jullie eraan meedoen? Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Ik ben blij weer terug te zijn op YouTube. Weer een tyfus break. Per ongeluk. Omdat ik ziek was omdat ik ging verhuizen. Kus, kus van jullie grote zus. Tepe! Rentevrij, je hoofd zo gefrustreerd en zo boos. Je zou dansen op